Voor de update rondom de coronacrisis in Borne hebben we opnieuw telefonisch contact met de burgemeester, de heer Jan Pierik. Dag meneer Pierik, fijn dat u weer even tijd voor ons heeft. Goedemiddag. Het is inmiddels 2 weken geleden dat we u voor het laatst spraken. Kunt u ons even een update geven over de stand van zaken rondom de coronacrisis in Borne? Wat zijn de meest opvallende zaken van de afgelopen 2 weken? Nou ja, ik denk dat het meest opvallende wat ons nu voorbij gekomen is in de afgelopen weken, dat is toch denk ik de versoepeling van de maatregelen. He, dus stapje voor stapje mogen we nu weer meer dingen doen. We gaan de fase van die we de afgelopen 2 maanden hebben gehad, die gaan we wat achter ons laten. We gaan nu een overgangsfase in. En dat is heel mooi, want dat betekent ook dat we nu weer allerlei dingen zien gebeuren. Het sportaanbod wat onze buurtsportcoaches in Borne organiseren in de meivakantie is goed aangeslagen. Er komen allerlei creatieve oplossingen waardoor mensen elkaar toch wel kunnen ontmoeten, ook al mogen ze elkaar fysiek nog niet omarmen. Hè. Je ziet drive-through verjaardagen, waarbij familie en vrienden bij jarigen langsrijden. Je ziet het ook gebeuren bij bijzondere erehagen als er een verdrietig afscheid is. We zijn dus heel creatief in het besef dat we beter nu voorzichtig kunnen zijn in plaats van achteraf spijt hebben. En ja, dat is mooi om te zien dat het lukt. Dus je ziet in feite sinds afgelopen woensdag, vooral ook sinds de persconferentie van de premier, dat er wat ontspanning komt in onze samenleving, ook in onze Bornse samenleving. Maar tegelijkertijd constateer ik ook, en het blijkt ook uit een onderzoek van afgelopen donderdag, dat er ook nog hele grote groepen binnen onze samenleving zijn die nog behoorlijk in angst leven. En dat zal ook nog wel heel lang zo blijven, want het virus is niet weg. Nee, u had het over de persconferentie. Ja, van de week hebben we natuurlijk gezien dat de regering heeft een zogenaamd spoorboekje gepresenteerd met een aanzienlijk aantal beoogde versoepelingen. Die zijn wel allemaal onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de cijfers. Maar ja. Hoe kijkt u tegen dat spoorboekje aan? Nou ja, kijk, we gaan een andere fase in. Hè? Dus we komen uit een fase waarin we heel restrictief moesten zijn, heel erg dwingend moesten zijn. We gaan nu een fase in waarin de versoepeling wat meer ruimte krijgt. Maar die versoepeling zal wel goed tot stand moeten komen. Dus wat voor ons heel belangrijk is, dat is dat sectoren hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Dat de verschillende branches en organisaties binnen die branches goede afspraken gaan maken. Afspraken die passen binnen de landelijke kaders. Want op die manier kan er dan invulling aan worden gegeven. Dat betekent dus ook dat wij als gemeenten en ook de veiligheidsregio zullen kijken hoe bedrijven en organisaties invulling geven aan die protocollen die vanuit die branches dan komen. Ja, en als het nodig is, zullen we daarin gaan handhaven. Maar dat is zoals wij naar kijken. En wat wij dus verwachten, dat is dat iedereen die dit aangaat heel erg goed zich voorziet van de informatie die op hen afkomt. Er zijn heel veel websites waar van alles op staat. Ik ga ervan uit dat ondernemers en anderen lid zijn van brancheorganisaties waar het speelt. Kappers, horeca. En dat ze vanuit die invalshoek invulling gaan geven aan de versoepeling van de maatregelen. Ja, maar het eerste wat gaat gebeuren, dat is natuurlijk maandag 11 mei, dan gaan de scholen weer gedeeltelijk open. Nou, dat was al bekend. Maar daar is bijgekomen dat dus ook de zogenaamde contactberoepen als de kappers en de schoonheidssalons, die mogen ook weer open. Hè, wel onder die strikte voorwaarden, zoals alleen op afspraak, 1,5 meter afstand enzovoort. Nou, u zegt zelf al dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het correct uitvoeren van deze regels. Betekent dat u ook daadwerkelijk langsgaat bij kappers en schoonheidssalons om te controleren of ze zich inderdaad houden aan die afspraken? Ik denk dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor het uitvoering geven aan deze versoepeling. Dus we zijn ook met z'n allen, denk ik, ook aan de beurt om dingen te signaleren. Dus als wij signaleren dat afspraken niet worden nagekomen, dan spreken we elkaar daarop aan. Dus dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Willen we namelijk die versoepeling kunnen doorzetten, dan moeten we ook samen de discipline opbrengen die hoort bij deze volgende fase waarin we nu terechtkomen. Natuurlijk zullen we ook optreden op het moment dat er excessen zijn, op het moment dat er geen gehoor wordt gegeven aan de maatregelen. Maar wij gaan niet onze boa's naar langs elk plekje sturen, want dat is niet te doen. Dus we hebben ook vanuit de veiligheidsregio zijn we nu bezig om richtlijnen af te geven voor hoe we handhaving en toezicht handen en voeten moeten geven. Maar dat is pas het tweede station. Het eerste station zijn we zelf. We moeten zelf gebruikers van voorzieningen en verantwoordelijken voor voorzieningen. We moeten samen ervoor zorgen dat we de afspraken die we maken met z'n allen, nu we de volgende fase ingaan, ook naleven.
als ik één stapje verder ga, hè, de volgende stap is 1 juni. En als het allemaal goed gaat, dan mogen ook de cafés, de terrassen, de theaters, de bioscoop hun deuren weer openen. Ook dit weer met een aantal restricties en uiteraard onder voorbehoud. Zo geldt bijvoorbeeld ook daar de 1,5 meter afstand natuurlijk. Er mogen maximaal 30 personen, inclusief het personeel, aanwezig zijn. En betekent dat voor Borne dat bijvoorbeeld het cultuurhuis dan ook weer kan gaan denken aan langzaam opstarten? Jazeker, het cultuurhuis kan de komende week alweer wat meer dingen gaan ondernemen. De bibliotheek mag bijvoorbeeld vanaf 11 mei weer open. Ja, dus ook voor het cultuurhuis geldt dat zij daaraan kunnen gaan denken. Maar ik wil toch een keer benadrukken dat voorbehoud dat er ook bij zit. Hè. Dit is een spoorboekje waarbij ook nadrukkelijk is gezegd, maar we monitoren wel. Dus als de besmettingsgraad op enig moment weer toeneemt, dan kan het ook betekenen dat het spoorboekje weer aangepast wordt. Dus het is een perspectief wat ons geboden wordt, waar we denk ik met z'n allen heel blij mee zijn. Maar het is geen hard digitaal gegeven. Dus als de cijfers de verkeerde kant uit gaan, dan kan het ook betekenen dat het spoorboekje wordt aangepast en dingen een tijdje niet kunnen plaatsvinden en weer opgeschort worden. Ja, als ik op dit moment kijk naar de cijfers van het RIVM en dan met name even inzoomen op Borne, dan zie ik geen significante ontwikkelingen wat betreft het aantal besmettingen, ziekenhuisopname en zelfs sterfgevallen. Dat ziet er toch wel hoopvol uit, vindt u dat ook niet? Dat klopt. Hè. Dus we hebben tot nu toe in Borne 14 ziekenhuisopnames, 49 geregistreerde besmettingen, maar het aantal werkelijke besmettingen zal zeker veel hoger zijn, want niet iedereen wordt getest. En we hebben inderdaad 6 overlijdens te betreuren binnen onze gemeenschap. Maar wat u ook zegt, de cijfers zijn gelukkig stabiel. Dat is al geruime tijd het geval. En kijken we naar de regio Twente als geheel, dan zien we daarin, als je kijkt naar het totaal van cijfers, dat we op een veel lager niveau van besmetting liggen dan gemiddeld in Nederland. Dus we hebben een hele mooie vertrekpositie. En dat betekent dus ook dat we die moeten koesteren en dat we vanuit die vertrekpositie weer ruimte krijgen. Maar nogmaals, ik herhaal het, we moeten het samen waarmaken, samen de discipline betrachten die hier ook bij deze fase hoort. Ja, ook in Borne moeten we het samen doen, hè? Ja. Als we dan nog ietsjes verder vooruit kijken, ik weet dat het nog heel ver weg is, maar minister De Jonge die schreef in een brief aan de Kamer deze week dat grote publieksevenementen pas weer mogelijk zijn als er een vaccin beschikbaar is. Nou, dat was even schrikken, want dat kan nog misschien wel 1 tot 1,5 jaar duren. En wat betekent dat voor Borne? Het duurt nog even, maar ik denk bijvoorbeeld direct al aan de intocht van Sinterklaas. Kan die dan wel doorgaan? Nou ja, dat zou inderdaad betekenen, als dit de werkelijkheid is in de loop van het najaar, dat we geen grote publieksevenementen in Borne kunnen laten plaatsvinden. Dat zal ook in zijn beklaarzintocht op de manier zoals we dat gewend zijn niet kunnen plaatsvinden. Maar goed, zo hebben we ook de afgelopen periode iedere keer opnieuw de vraag moeten beantwoorden. Hoe gaan we om met de dingen die ons vertrouwd zijn? Van Koningsdag tot en met het 3-4 april feest die we in de planning hadden. Dat zullen we ook in het najaar doen. Maar als het niet mogelijk is, dan kan het inderdaad betekenen dat het niet doorgaat. Ja, dat zou heel jammer zijn, hè? Zeker, daar ben ik helemaal met u eens. En we gaan ook, we leven in een bijzondere tijd. Deze week leek het een beetje zo van, oh, we gaan weer terug naar normaal. Nee, we gaan een overgangsfase in. We komen uit een diep dal. We gaan nu een overgangsfase in. Maar we zijn nog lang niet uit dat dal. We zijn pas uit het dal als we het vaccin hebben waarmee we het virus daadwerkelijk. Van de week zagen we het eigenlijk al direct misgaan. Vlak na de persconferentie de volgende dag werd er al een trein ontruimd, omdat ja, er gewoon te veel mensen in de trein zaten. Hè. Dus kennelijk hebben de mensen de boodschap van het kabinet toch opgevat van nou jongens, het is allemaal losser, we kunnen weer. Dat is niet de realiteit en dat is ook de reden waarom ik in dit gesprek dat zo benadruk. Het is een situatie die versoepeling toestaat. Maar we blijven monitoren en we werken nog en we leven nog steeds met z'n allen in een situatie waarin dat vaccin, of sorry, waarin het virus volop aanwezig is. En zolang dat virus niet bestreden kan worden met het vaccin, hebben wij dus die permanente dreiging. Daar moeten wij ons van bewust zijn. En we gaan proberen binnen die 1,5 meter samenleving die we dan nu al een tijdje hebben en die we gaan voortzetten, met meer ruimte voor activiteiten, moeten we dat wel voortdurend ons voor ogen blijven houden. Dat lijkt mij een mooie afsluiting. Laatste vraag. Heeft u zelf al een afspraak gemaakt bij de kapper? Jazeker. Ik mag maandagmiddag 5 uur. Okay. Daar doe ik blij mee. Dank u wel voor het gesprek en graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Dag.